voortstuwen en tegenwerken. We zien hier een wielrenner. Aan hem vooruit te komen zal die wielrenner spierkracht moeten leveren. Dat is de stuwkracht vooruit. Er zijn ook tegenwerkende krachten en die moet je zo klein mogelijk houden. Nou, luchtwrijving werkt tegen. Je kan dus gebukt voorover zitten om minder luchtwrijving te krijgen. Er is ook wrijving, de ketting bijvoorbeeld. En er is nog een derde tegenwerkende kracht. Je moet de banden heel hard oppompen en heeft hij weinig rolweerstand. In dit geval is de snelheid 27 km per uur. En wat valt op? De stuwkracht en de wrijvingskrachten zijn gelijk. Als hij al bewoog, en dat doet hij, 27 km per uur, dan blijft zijn snelheid constant. De resulterende kracht, als je die twee van elkaar aftrekt, dat mag, want ze werken tegen, is 0 newton. Dus dan beweegt hij met een constante snelheid als hij al bewoog. Als hij stilstond en die twee krachten zouden werken, dan blijft hij stilstaan. Nou, dat heet de eerste wet van Newton. Als de resulterende kracht op een voorwerp 0 newton is, dan staat het stil of beweegt het eenparig. En met name de laatste vinden veel mensen vreemd. Maar denk aan een satelliet in een baan om de aarde. Hij heeft geen kracht meer nodig van de motor, er is ook geen wrijving. Dan blijft hij met een constante snelheid bewegen. Dat zien we hier. Een trein met wagonnetjes. 5000 newton naar die kant. 5000 newton naar links. Nou, dan is de netto-kracht, oftewel de resulterende kracht, 0 newton. Dus ze werken tegen, dus je mag ze van elkaar aftrekken. Nou, wat doet hij dan? Als hij stilstand, blijft hij stilstaan. En als hij bewoog, dan blijft hij met een constante snelheid bewegen. In deze situatie zien we twee krachten van 5000 newton. Dan is de netto-kracht 10.000 newton naar rechts. Nou, wat doet hij dan? Dan is er een resulterende kracht. En dan zal die gaan versnellen naar rechts. Dus bij een resulterende kracht versnelt een voorwerp altijd. Maar het kan ook zo zijn, als de resulterende kracht tegen de bewegingsrichting inwerkt, dat die vertraagt. Hier zien we een parachutist. Hier is de beginsnelheid 0 meter per seconde in verticale richting. En zie je alleen de zwaartekracht werken naar onder. Er is nog maar weinig wrijvingskracht, omdat hij nog niet zo hard gaat. Hier gaat hij 22 meter per seconde. De zwaartekracht is groter dan de wrijving, dus hij zal versnellen. Op een gegeven moment zijn de zwaartekracht en de wrijvingskracht, bij ongeveer 250 km per uur schat ik, gelijk. Dan is de netto-kracht 0 newton en beweegt hij met een constante snelheid.